Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 23 in Imola. Voor het eerst gaan we dus rijden op dit circuit. In seizoen 1 zat deze er niet bij, nu dus wel in seizoen 2. Heb jij de vorige video in China gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Thanks for dealing with that. Helaas hadden we weer een probleem met Lewis Hamilton, maar de rest ga ik niet vertellen. Massa pakte ook zijn eerste punten en that's it. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk een belletje als je enkele video's van mij mist. Laat de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. We moeten allerlei beslissingen nemen voor het team. En dat is soms niet lastig. En soms is dat wel lastig. Maar goed, dit soort dingen horen er nou eenmaal bij. Dan gaan we ons voorbereiden op de grootprijs van Emilia-Romagna. Oftewel de grootprijs van Imola. Er komen heel veel updates aan. Dus ja, dat moet ons goed doen. China werden we volgens mij 9e. Punten zijn belangrijk. Dus op naar de kwalificatie hier in Imola. We zijn inmiddels aanbeland op het natte circuit. En het gaat al gelijk goed, want we schieten gewoon in de grindbak. En dat is gewoon niet de bedoeling. Imola is een nieuw circuit voor mij. Ja, ik heb het gespeeld in F1 2013, maar dit is een andere layout. We gaan zo dicht mogelijk langs die muur toe om zoveel tijd te winnen. De eerste bocht nemen we gewoon voorzichtig aan. En dat is gewoon hartstikke goed. Aan met de laatste twee bochten en het gaat daar weer bijna mis, maar dit keer redden we de auto wel heel goed. En we komen op een tijd van een 1.25.4 op P5. Het is droog geworden in Imola en ik ga er dus uit op een setje rode banden. Iedereen is naar buiten op een setje rood. Het is geel in sector 1. Een Ferrari rijdt daar langzaam. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar wij kunnen gewoon doorrijden. Heel veel jongens duiken naar buiten. Charles Leclerc ontwijken wij daar maar net. Iets te enthousiast over die eerste curbzone heen gesprongen, maar dat is geen probleem. Dan rijdt Giovinazzi in de weg. Paars in sector 1 en 2. Dit wordt heel close met Giovinazzi. Wat doet Jovi hier dan? Hij raakt ons en spint daar. Is gespind. Groene vlag. We gaan weer verder met onze ronde. Paars in sector 1, 2 en 3. En dat is P1 met een 1.17.4. Uitslag van Q1. Massa door naar Q2. Hamilton en Bottas 2 en 1. En wij helaas naar P21 op 2,9 seconden van Bottas. Dat betekent Massa verslaat ons voor het eerst in de kwalificatie. Helaas een bittere nasmaak. Maar goed, het is wat het is. Op naar de race voor aflevering 23 van F1 2021 My Team Career Mode. Welcome once again to the Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari. The clue's in the name. This is very much Ferrari home turf and the locals will be out in force today to support their team in what we hope will be a magnificent spectacle of motorsport. On then to the Emilia-Romagna Grand Prix. 3.1 miles of track here at Imola featuring 19 turns, 9 to the right and 10 to the left. Remember that Imola differs from most other Formula 1 circuits as it's driven anti-clockwise. Let's hope no one forgets that today. The exit from turn 18 will probably be the setup for many of today's overtakes, leading as it does into the longest straight of the circuit and its only DRS zone. And with me as usual is Anthony Davidson. Can we talk about Mercedes? We've had some changes to the regulations, of course, which mainly revolve around the chassis this year. And unfortunately, the early signs are that they've not adapted particularly well. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs. But this is only the first step down a long road of development. And even if they don't maximise their points today, there are plenty more up for grabs this season.
It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Leclerc, Sergio Perez, and Norris, Sainz, Gasly, Ricciardo, and Fernando Alonso, Tsunoda, Stroll, Esteban Ocon, and Massa, Latifi, Lundgaard, Callum Ilott, and Mick Schumacher, Russell, Mazepin, the Professor, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. We zijn inmiddels aanbeland bij de startgrid. Soft, hard of medium hard is de strategie. Daar gaan we dan voor. Carrière aflevering 23 in Imola op een nieuw circuit. Vanaf P21 zijn we onderweg. En we komen beter weg dan Nikita Mazepin. Ook wat beter weg dan George Russell. We zitten al gelijk te kijken, maar dat lukt niet. Zit een beetje opgesloten tussen Schumacher en Russell. Proberen hier dan een divebomb te maken. En dat lukt. Drie dik, dat gaat niet. Nog steeds drie dik met Russell, mijzelf en Schumacher. En duwen Russell daar gewoon aan de kant. Dat is P18 op naar Latifi. Ook in de Alfa Romeo maakt een klein foutje. En Mazepin zit gelijk te kijken, maar hij kan er niet langs. Daar zit dan George Russell aan die binnenkant. Maar die plek is gewoon nog van ons. De start overleeft en dat is goed om te zien. Nu naar Nicolas Latifi doorrijden. Hebben hier wat meer snelheid. Kijken naar de binnenkant lukt niet. Dan hier aan de buitenkant proberen bij de Canadees. En dat lukt heel erg goed. En P17 is van ons. De volgende heet dan Christian Lundgaard. En die kennen wij van seizoen 1. Dat was ons oud teamgenootje. Maken misschien hier een divebomb. Nee. Ik dacht van wel. Lundgaard heeft een hele slechte exit. En hier hebben we hem dan gezien. Meer power dan de Williams rijder. En dat is P16. Ilott. Passeren wij hier dan dus ook mooi. En dat is P15. De volgende heet dan Felipe Massa. Bottas zet de snelste race onder neer. 1.19.0. We zitten ook in ronde nummer 2 van de wedstrijd. En Massa is hier het haasje. We zijn sneller dan onze teamgenoot. Kijken naar de binnenkant. Massa laat hem staan. Wiel aan wiel gevecht. We raken elkaar net niet. Maar het is een heel mooi gevecht. En die plek is nu wel van ons, P14. Maak wel een klein foutje, maar Massa kan niet terugkomen en dat is goed om te zien. Groen in sector 1, 5,9 seconden sneller. We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Lance Stroll rijdt voor ons. We gaan daar iets te wijd. Kunnen wij hier aanvallen bij de Canadees? Zitten in de slipstream, kijken naar de binnenkant, remmen wat later dan de Aston Martin coureur en dat is P13. De volgende heet dan Esteban Ocon. En we gaan zometeen ronde nummer 5 al erin. We zitten dus in ronde nummer 5, Tsunoda op P11. We rijden naar Ocon toe, hebben DRS. En dat gaat niet goed tussen Tsunoda. En Alonso, Tsunoda gespint. Wij vallen Ocon hier dan aan die buitenkant. En dat lukt heel mooi. Yuki Tsunoda gespint en staat in de grindbak vast. Komt weer terug als ene laatste de baan op. Nee, sorry, als laatste de baan op. Wat een heel raar moment was dat. Mijn eerste herhaling van de start. Met Valtteri Bottas op pole position. Hamilton op P2, de lampen gingen uit en we waren onderweg. En we kwamen gewoon goed weg. Hadden al gelijk misschien George Russell te gaas genomen. Lukte niet. Maakte hier dan een divebomb naar de twee auto's. En dat ging mij net goed. Op de achtergrond hoor je trouwens vuurwerk. Het is december, dus ja, dan verwacht je het. Ik hoor jullie alvast een hele fijne Sinterklaas wensen. Ik weet niet of er morgen ook een video, sorry, of er zondag een video online komt. Morgen komt deze video sowieso online, want ik neem hem op vrijdag. En upload hem op zaterdag. Dat is dus 4 december.
Dit gebeurde er trouwens met Yuki Tsunoda. Alonso blokkeert die binnenkant. Tsunoda kijkt naar de buitenkant. Hij is er nu voorbij. Maar Alonso remt heel laat. Ja, dan is het Yuki Tsunoda die daar zelf van de curbzone afstuitert en Fernando Alonso aantikt. Eigen schuld, dikke bult. En Yuki Tsunoda moet vanaf P21 weer terug gaan vechten voor die puntfinish is het eigenlijk. Nou, het gaat hier ook nog maar net goed door met Schumacher. Mooi gevecht hier. Tsunoda versus Schumacher, twee rookies. Ja, sorry, in seizoen 1 dan. En Tsunoda heeft die plek dan veroverd. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als Fernando Alonso ons nadert, wij blokkeren die binnenkant. Hij kan er niet langs. En wij houden die plek. We rijden op P10 in de punten. En dat is goed om te zien. Het gat naar Ricciardo is inmiddels opgelopen tot 3,4 seconden. Dus dat gat wordt alleen maar groter en groter. Wij moeten ons focussen op onze eigen wedstrijd. Ronde nummer 11 is het. Daniel Ricciardo te gat is 6,4 seconden. Een aantal jongens duiken naar binnen en wij nemen wat grind mee helaas. Onder andere Ricciardo duikt naar binnen. Gasly, Hamilton, Verstappen duiken naar binnen. Leclerc duikt naar binnen en mijn engineer zegt push now, oftewel we gaan naar binnen in deze ronde. In ronde nummer 12 is de geplande pitstop, maar ik wil wat langer. Ik wil van die harde band af en ga wat langer doorrijden dan de rest van het veld. Sainz, Norris, Perez en Bottas moeten nog naar binnen komen. Lundgaard in de punten, maar hij moet ook nog stoppen. Nog 20 rondes te gaan in de wedstrijd. We rijden op P5. Groen is sector 1. Persoonlijke verbetering komt er misschien aan, dus dat is heel goed om te zien. We zitten in ronde nummer 14 van de wedstrijd als wij aan de leiding rijden. De banden gaan er wel aan. Dat gat naar Valtteri Bottas is 8,7 seconden. Massa rijdt op podiumkoers, maar hij moet nog een keer naar binnen. We zitten nog niet op de helft van de grote prijs. We gaan zometeen ronde nummer 15 alweer in. Het gat naar Bottas is 7,8 seconden. Rood in sector 1, 2 en 3. Dat komt vanwege de banden die er aangaan. Mijn teamgenoot is naar binnen gedoken. Felipe Massa duikt naar binnen voor zijn laatste pitstop van de dag. Die gaat volgens mij naar de harde compound en gaat heel ver terugvallen. En wij komen in ronde nummer 16 naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. De meeste jongens doen soft hard. Wij doen soft medium. In ronde nummer 16. Dus we gaan hier 16 ronden lang mee doorrijden. Dat moet gewoon lukken. Het is trouwens geel, want Lando Norris is uitgevallen in de grote prijs. Dat levert helaas geen virtual safety car of een safety car op, waar ik op had gehoopt. De pitstop duurt 2,1 seconden, dus dat is heel goed om te zien dat die lekker snel is. En waar komen wij terecht? Achter Alonso Ocon, Stroll, Lundgaard. Nee, voor Christian Lundgaard, dus op P12 komen wij terecht. En moeten nu gaan terugvechten naar de punten. Dit zou betekenen dat wij nu op P4 zouden eindigen. Ja, tenminste, daar staan we dan nu in het Drivers' Championship. Wij willen dit seizoen namelijk voor de titel vechten. Dat is het doel. Als dat niet lukt, dan moet dat in seizoen 3 gaan gebeuren. Net als in F1 2020, My Team Keremot. Toen hadden we ook twee seizoenen nodig om ons echt te knokken voor de titel. Ronde nummer 18 is het. Met Ocon en Alonso. Het is geel. Het is geel. En daar is iemand gespind. Dat is een crash. Met Pierre Gasly is daar betrokken geweest. Maar wie is daar nog meer betrokken geweest? Weet ik niet zeker. We rijden dus op P9. In ronde nummer 18. Ocon. Daar rijden wij naartoe. Maar kunnen nog niet aanvallen bij de Fransman.
zitten er wel heel dicht op. Hier nog niet. Nemen wat escape routes. En hier vallen wij Esteban Ocon dan aan die binnenkant. Dat is goed gedaan. Op naar Fernando Alonso. Voor P7. Dit gebeurde er met Pierre Gasly. Die zat bij Daniel Ricciardo te kijken. Gasly kijkt naar de buitenkant. En weer hetzelfde verhaal, hè. Ja, Gasly hobbelt van die curbzone af. Raakt Ricciardo en spint. Net als bij zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en Fernando Alonso. Allemaal bij diezelfde chicane. En Gasly valt heel ver terug. Buiten de punten. Terug weer naar ons eigen gevecht met Fernando Alonso en mijzelf voor P7. Het gaat om 6 WK-punten. DRS hebben wij beschikbaar gesteld. Overtakenknop ingeschakeld. We hebben slipstream van de Spanjaard. En we kijken mooi naar de buitenkant. Zijn er voorbij? Nou, Alonso geeft niet op en wij sturen gewoon in. En Alonso spint in ronde nummer 19. Alonso heeft ons geraakt en valt ook weer terug. Ook bij diezelfde chicane waar Tsunoda, Gasly, ja, allemaal zijn gespind. Heel gek dat dat gewoon kan. Maar het is wat het is. Die bocht vindt de AI gewoon heel moeilijk. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Rijden op P7. Voor ons rijdt Carlos Sainz. Dat gat is 4,8 seconden. Kunnen wij dat zien dicht te rijden? Dat gat is nu 4,6 seconden. Dus dat wordt kleiner en kleiner. Stroll en Ocon knokken om P8. En als we dit volhouden, dan hebben we een uitstekende prestatie geleverd. Dan is het gewoon heel knap en behouden we onze titel hoopjes. Want het is nu, als het zo eindigt, is het volgens mij 5 punten verschil naar Valtteri Bottas. Dit gebeurde trouwens met Fernando Alonso en mijzelf. Ja, Alonso probeert hier nog terug te komen. Ja, dat kan gewoon niet. Ik was er al lang voorbij en Alonso, ja, raakt ons in bocht nummer 1. Hetzelfde wat ik net al zei met Gasly en Tsunoda. Hetzelfde verhaal. En valt dus heel ver terug. No tire concerns at the moment. Just focus on the driving. Oké, geen klachten bij de banden. Charles Leclerc zet de snelste raceronde neer. Hij is volgens mij ook bij zo'n bocht een ander tegengekomen en valt ook ver terug. As things stand, we'll be fourth in the championship. Als het zo staat, worden we vierde in het kampioenschap, zegt Jeff. Dus dat belooft nog wat. Gat voor ons is 8,7 seconden. En dan gaan we zo meteen ronde nummer 28 alweer in. Nog 4 rondes te gaan. P7 nog steeds. Weer belangrijke punten binnengehaald voor het team. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Verstappen is naar binnen geweest. Hij heeft een crash gehad met Sergio Perez. Die onboards heb ik helaas niet. Jammer. Maar Verstappen gaat zo ver terugvallen in het klassement. Bottas wint de wedstrijd in Imola. Dat zijn nu 3 verschillende winnaars. Uit 3 grote prijzen. Wij wonnen de eerste. Hamilton won de tweede. Nee, sorry. Verstappen won de tweede. En Bottas wint de derde. Wij knap na P6 pakken toch nog belangrijke punten. Houden onze titelhoopjes bij 1. En gaan ons opmaken voor de volgende wedstrijd. En kijken wat dat dan gaat worden. Alright, race over. Take care of the car on the way in.
yet another historic win under their belts. Well done to the team at Mercedes. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today. Speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races. And we saw that today with our winner. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Valtteri Bottas wint de wedstrijd. Lewis Hamilton naar P2. Perez naar P3. Wij dus naar P6. Verstappen naar P8. Pakt de snelste race van de punt. Wij krijgen driver of the day van de fans en Anthony Davidson. Felipe Massa helaas op P15. En één uitvaller Lando Norris. En wij 5 punten verschil naar Valtteri Bottas. Verstappen en Hamilton 4 punten verschil. En Perez komt er ook bij. 7 punten verschil naar Bottas. Dus dat belooft nog wat. Ook Gasly zit eraan te komen. 11 punten verschil naar Valtteri Bottas. Massa nog steeds 13e. En het wordt heel close voor de rijderstitel. Ja, gewoon de top 5 zit gewoon binnen 11 punten van elkaar. Sorry, de top 6 zit binnen 11 punten. Dus dat belooft heel erg wat te worden. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond. Kan er iets verbeterd worden? Zet dan in de comments neer. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Ben je trouwens nieuw aan mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Grimwood content. Druk ook op dat belletje om niks meer van mij te missen. Zo ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe video geplaatst wordt. En ja, dan zou ik zeggen, dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Grimwood. Ik ga verder in Canada.